Hallo allemaal. Ondertussen is de eerste uitgave van het tijdschrift van de Karmelieten een feit. Ik heb het magazine ondertussen gezien en ik was zeer aangenaam verrast. Jullie zijn erin geslaagd om een zeer hedendaagse en uniek tijdschrift te maken dat een divers publiek kan aanspreken. Zowel de ingewijden die vertrouwd zijn met de wereld van kloosterorders, maar ook diegenen voor wie een trappist enkel bier is. Ook zij zullen zonder twijfel een gading vinden in het tijdschrift. Het kan voor velen onder ons zeker geen kwaad om de wereld van een klooster nabij te verkennen. De samenleving rondom ons is de laatste decennia enorm snel geëvolueerd. We leven in tijden waarin we voortdurend online zijn en blootgesteld worden aan prikkels. En dat brengt bij veel mensen stress, zorgen en angsten mee. Mensen vandaag hebben meer dan ooit nood aan rust en bezinning. Je ziet dat ook aan de populariteit van veel spirituele sporten en activiteiten zoals yoga en mindfulness. Kloosters zijn bij uitstek plaatsen waar mensen die rust terug kunnen vinden. Als je een klooster binnenstapt, lijkt de wereld rondom jou als het ware weg te vallen. En met elke deur die je achter je dicht doet, open je een venster naar je eigen binnenste. Mensen moeten daarom nog niet intreden natuurlijk, maar een paar dagen meedraaien op het ritme van een kloostergemeenschap kan volstaan om helemaal te herbronnen. Onze kloosters zijn op dat vlak ook echt mee met hun tijd. Ik kan het tijdschrift dan ook aanraden aan iedereen. Het is nuttig om even te proeven van de rust, de stilte en toch de leerrijke omgeving van een klooster. Heel veel leesplezier.